En van vragen namens Sansevieria TV. Goedenavond. Goedenavond. Eerste keer raadsvergadering? Jazeker. En ik praat hier met iemand van de raad van? Van het Bavianenland. Van Bavianenland. Ja. Superleuk, superleuk. Jullie prins, is hij er klaar voor? Is hij voorbereid? Hij is zeker voorbereid, maar ik zie hem hier nog niet. Nee? Maar carnaval is toch eigenlijk een hartstikke leuk feest. Wat moet daar nou nog aan verbeterd worden? Wat mij betreft niks. Nee, gewoon lekker feest vieren? Uiteraard. Ja, dat zie ik. Kijk, van het Aagje, dat zie ik natuurlijk zo. Dat klopt helemaal, ja. Ja, ik kom even bij Sansevieria TV. Eerste keer raadsvergadering hier? Nee, voor mij niet de eerste keer. Het is wel de eerste keer dat ik dadelijk mee in de zaal maak, in de raadszaal maak. Dat is ook mooi, hè? Ben jij de grootste maalwoord hier of niet? Bij tijd aan weilen, ja. Met zijn eigen naam erop, zijn eigen genuïne schrift. Hey, ik ga je een paar vragen stellen, want uit Boemeldonk. Ja, Boemeldonk. Ja. Dus dan denk ik aan een hele mooie carnavalsoptocht. Ja, zeker. Ja, ja. We zeggen altijd wel een van de mooiste inderdaad uit de regio. Dus. Nou, ik weet dat er heel veel mensen daar heel graag naartoe komen. Dus dat is al hartstikke leuk. Ja. Wat gaan jullie hier vanavond vertellen? Heb je daar enig idee over? Want jullie mogen vanavond eens even iets gaan vertellen aan de burgemeester en de wethouders. Ja, klopt. Ja, de prins heeft wel iets voorbereid. Maar ik zie die tekst eigenlijk zelf nooit. Dat is echt voor de prins en het bestuur. Maar hij zei wel, ik heb één tekst naar het bestuur gestuurd. Maar de andere tekst, ik heb er nog één en die ga ik voorlezen. Dus het bestuur weet misschien ook nog niet eens. Hey, Kielegat, is eigenlijk een soort thuiswedstrijd voor jullie, of niet? Ja, dat is zeker. De raadsvergadering hier in Kielegat. Ja, wij zijn hier... Wij moeten hier ook altijd als laatst zijn, hè? En dan gaan we er ook nou als laatst weer naar binnen. En ik moet er snel achteraan, want we gaan alweer. Oh, dan lopen wij gewoon even een stukje mee. Waarom is Nederland de allerleukste raadsvergadering van het jaar? Ja, omdat er maar één is. Ja, voor jullie, de carnavaleske. Ja, zeker. Ja. Ik maak er iets moois van, we gaan met z'n allen naar binnen. Wordt hartstikke leuk. Ik loop lekker mee met jullie. Partij van de Arbeid, of liever als je Facebook volgt, Peter van de Aandacht. Maar... Hey, het is hier niet alleen ouwe hoer, hè, want het zijn allemaal grote mouwen hier zo. Maar moet er nou eens meekomen? Kom nou eens even mee. Hier zo. Want het is ook gewoon. Dat geloof ik niet, hè? Hier zo, dat is toch niet normaal. Het is ook gewoon drinken, hè? Hey, zullen we eens even kijken? Dan draai ik mijn eigen om. Kom wij eens even hier. Hier zo. Dat is dan de raad van 11 van Totteringen, denk ik, of niet? Totteringen, dat klopt, Totteringen, ja. Hoe vond je het vanavond? Op zich wel gezellig en een mooi woordje gedaan. Ja? Vooral die van Totteringen, die vond ik heel goed geschreven. Dat was top voorbereid. En Prins Snoek super goed gedaan. Nou, dat is hartstikke mooi om te horen. Hey. En vind jij het verdiend dat al die prinsen die sleutel gaan krijgen? Nee, dat niet. Nee? Sommigen hebben dat niet verdiend. Vind jij dat niet? Nee, maar op zich, met carnaval moet dat één keer kunnen. En dan krijg je gewoon een sleutel en dan maken we er gewoon een mooi feestje van. Dat moet wel goed. Ja, dat bedoel ik. Dan wordt het gewoon overal hartstikke gezellig. Ja, dat denk ik ook. Hey, twee dames. En die zijn hier namens de raad van? Bosuilendorp. Bosuilendorp. Kijk, Ulvenhout, Bosuilendorp. Supergezellig. Hoe vonden jullie het vandaag? Ja, geweldig. Ja, hartstikke leuk. Leuk. Ja. We zien elkaar allemaal weer van alle andere raden en zo. Ja, super toch? En een wijs besluit dat de prins en de baron van het Ginneke de sleutel gaan krijgen? Nou ja, welke prins heb je het over? Want hij moet prins van Bosuilendorp de sleutel hebben, hè? Ja, voor jullie wel. Ja? Dat weet ik voor jullie wel, maar het geldt natuurlijk eigenlijk voor alle prinsen van alle andere dorpen in het Kielegat ook, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker een wijs besluit. Ja, het lijkt mij ook, want ze hebben het goed gehoord, hè? De wethouder en de burgemeester vandaag van, nou, er komen wel wat dingetjes beter. Ja, maar dat gaan we zaterdag allemaal weer horen, denk ik, hè? Dat denk ik ook.